zo avontuurlijk in de Jungle Club. Zie ik daar nou de Phalacrocorax carbo? Ja, ze noemen hem ook wel de gewone aalscholver, maar zo gewoon vind ik hem niet. En daar zie ik jullie. Jullie zijn ook heel speciaal. En leuk dat je kijkt naar Ouwe Hans Jungle Club. Vandaag hebben we het weer over vogels en Ralf was bij mij op bezoek. Dus ik zeg, laten we snel gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboebil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Die neushoornvogels eten druiven. Maar eten die hier Sint-Ara's nou ook druiven? Ja, ook. En ook andere soorten fruit. Ze eten ook noten. Noten? Ja, omdat ze zo'n sterke snavel hebben, kunnen ze die heel goed kraken. Ze kraken ze zo? Ja, in één keer. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we even naar binnen? Ja, natuurlijk. Volgens mij verwachten ze ons al zoveel herrie, hè? Zo te zien wel. Dan, kom. Ja. Wat zijn ze mooi, hè? Ja, hè? Hey. Eet je ze ook uit de hand? Ja. Ze zijn prachtig blauw, hè? Ja, mooi, hè? Waar komen ze vandaan oorspronkelijk? Ze komen uit de regenwouden van Paraguay, Bolivia en Brazilië. Zuid-Amerika? Ja. Ben ik ook ooit geweest op een van mijn avontuurlijke reizen. Heb je ze toen ook gezien? Ja, ja, ze komen me wel bekend voor, hoor. Is het een mannetje en een vrouwtje? Ja, dit is het vrouwtje. Dat is het mannetje. Hoe zie je dat dan? Het vrouwtje die is iets kleiner. De man heeft een grotere snavel. Grotere snavel? En een grotere hoofd. Oh. Ook is het mannetje al in de ruit geweest. Dus de staart is nog iets, die is nou iets korter. Oké. Het zijn ook de grootste papegaaiensoorten. De grootste papegaaien, dat kan je ook wel zien, hè? Ze zijn enorm groot. Ja, ze zijn ongeveer een meter lang. Zo. Met een spanwijdte van 130 centimeter ongeveer. Zo. Enorm, zeg. Ja. De snavel is ook nog een stuk groter als die bij normale ara's. De hyacinth-ara. Ja. Prachtig. Neem nog een nootje, jongens. Is gezellig, hè, als Gonda er is. Een knabbeltje erbij. Hey, Gonda, hartelijk bedankt. Ik vond het heel erg leuk bij de ara's. Ze maken alleen wel erg veel lawaai, hè. Doei! Hey, dieren Dirk! Hey, Bamboebil! Hey, je zou me toch uit gaan leggen hoe het komt dat vogels kunnen vliegen? Of gaan we nu vliegeren? Waar ben jij mee bezig? Ja, nou, ik ben bezig om uit te leggen waarom een vogel kan vliegen. Hier, hou jij die vlieger eens vast. Die vlieger is vast. Wat voel je? Niks, ik voel helemaal niks. Nee, precies. Je voelt niks omdat namelijk een vogel heel erg licht is. Heeft hele lichte botten en... Voel deze maar eens even. Ja, weegt ook niks. Nee, hele lichte veren. En met die grote vleugels en die veren kan hij dus op de wind zweven en vliegen. Zullen we hem eens oplaten? Ja, heel graag. Hou jij het touw maar even vast. Dan gaan we even een stukje uit elkaar staan. En dan gaan we eens even proberen of hij de lucht in gaat. En ja! Ja, kijk! Dieren Dirk, ik vlieg! Dieren Dirk, ik vlieg! Oh, Dieren Dirk! Kijk, geweldig! Ik vlieg! Ik vlieg! Dieren Dirk, ik vlieg! Dieren Dirk! Dieren Dirk, heb je het gezien? Ja. Ik heb gevlogen. Ik zag het. Maar ik denk dat je toch het vliegen maar aan de vogels moet overlaten. Want jij blijft een mens. Blijf nou maar met beide beentjes op de grond. Kom op. Goed idee. Zo. Ik heb die vlieger van Dieren Dirk gekregen. Dan kan ik nog een beetje oefenen. Want vliegen is best moeilijk en niet makkelijk. Ik bedenk opeens.
Ralf staat nog bevroren. Ik moet snel naar Ralf toe. Zo, Ralf, die staat hier al een tijdje bevroren te wezen. Dus ik zal hem eens eventjes gaan ontdooien. Ralf! Hey! Zullen we dan maar eens naar die legelwagen gaan kijken? Ik vind het goed. Kom, dan lopen we even zo, dan kunnen we het verblijf. Ja, Ralf, dit is dus jouw lievelingsdier, een leguaan. Ja, het mag dan wel mijn lievelingsdier zijn, maar ik weet er eigenlijk heel weinig vanaf. Alleen dat hij er heel mooi uitziet eigenlijk. Ja, hij ziet er prachtig uit, hè. Ja, hij ziet er een beetje oud uit. Het is een soort prehistorisch dier, hè. Net als de dinosaurus, zo ziet hij eruit. Maar je moet wel uitkijken. Daarvoor moet je ook je jas aanhouden. Hij heeft behoorlijk scherpe klauwen. En daar kan hij mee snel een hoog de boom in klimmen. En hij heeft ook een hele lange staart. Eigenlijk veel langer dan zijn eigen lichaam bijna. Waarom? Ja, nou die staart, dat is zijn wapen tegen een vijand. Daar kan hij hele ferme tikken mee uitdelen. Dus een soort zweep. Oké. Okay. En er zit ook de hele tijd aan mijn jas een aapje. Of zijn het eigenlijk? Ja, dat is inderdaad een aapje. Dat is een roodbuiktamarin. En dat zijn hele kleine aapjes. En de leguaan en de aapjes die kennen elkaar. Want ze komen allemaal voor in Zuid-Amerika. Is dit een mannetje of een vrouwtje? Dit is een mannetje. En als nou een leguaan eitjes legt, dan begraaft hij ze heel diep. Soms 20, 40 eieren. En afhankelijk van de temperatuur worden het mannetjes of vrouwtjes. En ja, dit is een mannetje. Prachtig, hè? Heel mooi. Het zijn echte planteneters. Fruit en blaadjes. Dus echte vegetariërs. Zo. Oké. Karel, bedankt dat we even mochten komen kijken naar de leguaan. Heel bedankt, Karel. En dan gaan we verder. Houdoe. Ja, jij. Ik vind het goed. Lekker wagentje dat je hier hebt. Ja, dat is een lekker karretje, hè? Mijn avonturenkar. Hè? Oh, fantastisch. En we voeden er rode dieren mee, hè? Dan gaan we langs alle verblijven. Ah, komt ie maar aan. Hoi! Hallo! Hier rechts. Ja. Oh, nog eentje. Die toeter is heel leuk om mee te toeteren. Ja, dat is een hele goede toeter, hè. En werkt. Hoi! Hoi! Zo, gezellig hoor. Nou, zo direct gaan we rechtsaf. Ja. Voorbij de kamelen. Langs de kamelen hier. Zo, die spugen toch? Nee, dat zijn de lama's. Ah, de lama's. Ja. Haal die twee altijd door elkaar. Ja, dat is ook familie van elkaar, hè? Ook familie. Ja, het zijn allebei eeltpotigen. Ze hebben allebei een dikke laag eelt onder hun poten. Oké. Dan gaan wij voorbij de werberaapjes linksaf en dan... Ja, links. Ralf, maar voordat je nou naar huis gaat, rijden we nog even langs mijn huis. Want ik heb nog een cadeautje voor. Heb jij nog gekke? Ik ben heel benieuwd. Het is een cadeautje. Het is voor jou, maar ook weer niet helemaal voor jou. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ik hou het nog even als een verrassing. Ik vind het goed. Zo, Ralf, als je nou heel even hier wacht, mag ik even dat cadeautje er nog bij, hè? Is goed. Ben je er nog? Ja. Niet weglopen, hè? Jo. Ja, ik heb een cadeautje. Ralf, heel hartelijk bedankt dat je bij mij op visite wilde komen. En het cadeautje is eigenlijk niet voor jou. Het is voor jouw hond Idol. Oh, dat gaat ze heel leuk vinden. Ze heeft heel veel speeltjes. Oh ja, het maakt een mooi geluid, hè? Heel vet. Oké. Hey, en tot ziens. Heel zie je snel, hè? Groetjes. Doei. Dag, Ralf. Doei. Het zit er alweer op. Het is alweer voorbij. Wat gaat het toch snel? Het avontuur gaat verder. Op jungleclub.nl. En nu ga ik Cooper uitlaten. Cooper, waar ben je? Oh, daar, kom maar. Kom maar. Van de Bill die helpt je, van de regen en de druk. Dus we zien je snel weer in de jungle. Club.